Welkom. Leuk dat je weer meekijkt op deze zeer zomerse en warme dag. Wie denkt dat hobby alleen maar hele grote caravans maakt, heeft deze Hobby On Tour 390 SF nog niet gezien. Deze caravan is met recht een compacte caravan. Want we hebben hier te maken met een wagen in een formaat van maar 2,20 meter breed en slechts 5,78 meter lang. Dus hij blijft ruim onder die 6 meter. Nou, reden te meer om hem eens samen te bekijken. Het mooie strakke design, bekend van Hobby, met achterlichten, LED. Rechts achter in deze caravan tref je aan de cassette toilet met de cassettebak tegenwoordig voorzien van een mooi koffertje. Het is geen aktentasje, maar hij is wel noodzakelijk. Hiernaast tref je aan de brede toegangsdeur, mooi groot venster, dat je weet wie er 's avonds aanklopt. Sluiting. Zeer solide uitgevoerd, met een mooie handgreep in de deur weggewerkt. Afvalemmertje, weggewerkt in de toegangsdeur. De brede opening is standaard voorzien van de plissé hoordeur. En als we nog even verder lopen, zien we koelkastdoosjes en het ruime bagageluik, het serviceluik. Wat je de gelegenheid geeft om je bagage van buitenaf onder het bed te kunnen beladen. Van binnenuit zullen we de bak straks wat beter kijken. Kijken we even verder. En we lopen om het fraaie design van deze wagen. Zien we hier het front met een openslaand raam. Een mooie afdekking. Winterhof stabilisatorkoppeling. En 1. Wisselbak met een busdeurscharnier naar boven. Ruimte voor twee verschillende gasflessen. We kunnen zelfs ook een grotere in kwijt. Er is extra bagageruimte. En standaard is de Hobby altijd voorzien van een afvalwatertank die je kunt plaatsen onder de caravan. Nou, pakken we hem weer bij zijn greep. Druk hem naar beneden, sluit hem af. Indien gewenst, wanneer je graag fietst, is er ook mogelijkheid nog om een mooie drager op de dissel te plaatsen. Tijd om eens binnen te kijken. Als we het interieur instappen, zien we een zeer mooie lichte kleurstelling. Heel fraai afgewerkte kastjes. De decoraccenten erin. Goede metalen doorgeschroefde grepen. Veerwerk met softclose. Een ruime dubbeldeurs hangkast. Daaronder uiteraard de benodigde Truma gaskachel. Met een ringverwarming standaard voorzien. Voor het voor- en nazoen ook lekker warm erbij te kunnen blijven zitten. Nou, we hadden net al even door het bagageluik gekeken. En daardoor kun je van buitenaf mooi de beladingsruimte onder het bed gebruiken. En die ruimte die is onder dit toch mooie tweepersoons dwarsbed gesitueerd. Een bed waar je... Oh, lekker! Mag eigenlijk niet met schoentjes op bed. Maar prima, met z'n tweeën kunt liggen. Het matrasdeel is in twee delen opgedeeld. Binnen vier matrassen met een latte bodem eronder. Dat kunnen we goed zien als ik het bed even omklap. Zo. Zo. Zien. Vierkernmatrassen. Mooie houten lattenbodem. Wordt goed ondersteund door de twee gasdempers. Dus ik hoef hem niet vast te houden. Hieronder zien we de 5 liter Electra boiler. Een 25 liter vaste watertank van buitenaf te vullen. En uiteraard zeer veel bergruimte. Tafels, stoelen, allemaal zonder enige moeite mee. Je kunt even als slaapvertrek afsluiten op het moment dat je visite hebt. Zo. Nou, dat brengt ons bij het volgende. Uiteraard kan zo'n mooie wagen niet zonder een goed keukenblok. Nou, keukenblok voorzien van 3 gaspitten, spoelbak. Het is netjes af te schermen met hele fraaie glasplaten. Dus je kunt zien, er is wat extra aflegruimte aan de voorzijde gesitueerd, dat je wat kan snijden en klaarmaken. Goede bovenkasten, plankje erin, extra schuifluik, dus giga veel bergruimte. Mooi met alles met LED verlicht. Een 110 liter Dometic koelkast met een breed vriesvak. En uiteraard ook diverse laden. Mooi hoog, ook weer voorzien van het fraaie softclose systeem en goed sluitwerk. Zo, doe het handdoekje even weer aan de kant.
Nou, wellicht is het goed om even een kleine stoelendans te doen. En dan kan ik jullie de andere zijde van de caravan laten zien. Aan de andere zijde van de instap hebben we namelijk hier de toiletruimte. Door de toegangsdeur. Toiletruimte uiteraard is de Tedford cassette toilet te vinden. Zo. Op deze manier kunnen plaatsnemen. En uiteraard ook de gelegenheid om daarna nog even netjes eventueel hier gewenst de handen te wassen. De tanden te poetsen. Even de haartjes netjes te doen. En eventueel wat parfum of verfrissers op te spuiten. Nou. Als jullie nou eens even naar de achterzijde van de caravan lopen. Met het warme weer moet je uiteraard wel ook goed kunnen ventileren. Nou, dat kan. De caravan is namelijk rondom voorzien van allerlei ramen. Je kunt nu heel leuk zien dat er een schitterende zithoek is. Waar je prima met twee of zelfs vier personen kunt zitten. Met een kussentje in de rug helemaal lekker om onderuit te zitten. Voldoende tafelblad om ook hier te kunnen dineren en samen een spelletje te kunnen spelen. Of hele goede gesprekken te voeren. Kortom, een hele compacte caravan, maar met verrassend veel moois te bieden. Ik heb het er warm van gekregen, zoals wij allemaal. Dus ik pak even een verkoelend blikje cola. En ga hier gewoon eens van genieten. Goed. Kom gerust langs in de showroom, drinken we er samen een. We zien u graag in Almere.